In drukke winkelstraten zien winkeliers het steeds vaker gebeuren. Fraudeurs kopen in hun winkels met buitgemaakte passen, vouchers en cadeaubonnen. Wat we op dit moment veel zien is dat er voor grote bedragen cadeaubonnen worden aangeschaft bij winkels waar dat eigenlijk niet helemaal logisch is. Zoals speelgoedwinkels, tijdschriftenwinkels en dan met onrechtmatig verkregen creditcards of pinpassen. En ook het OM ziet dit gebeuren. De mensen op straat of in de winkels is het altijd goed om op te letten als er gepind wordt op een manier waarbij je inderdaad dat niet pluisgevoel krijgt. Dat iemand in een winkel heel veel cadeaubonnen aanschaft en waarbij gewoon een algeheel gevoel ontstaat dat dit klopt niet. Dit is een combinatie van factoren. Dit lijkt geen normaal pingedrag, dat dan altijd de politie kan worden ingeschakeld. Bekend voorbeeld, iemand staat voor jouw kassa, heeft een hoodie op zijn hoofd en bestelt daar dus 10 bonnen van 250 euro. Als je een speelgoedwinkel bent, dan moet op dat moment moeten alle alarmbellen afgaan. Dat is een bekende. Wat wij bijvoorbeeld ook als tip meegeven is, zodra iemand, wie dan ook, jouw winkel binnenkomt, altijd diegene groeten. Want iemand die slecht in de zin heeft, die voelt zich op dat moment gezien. En daarnaast iemand die heel erg loopt rommelen met zijn pasjes, die zijn pincode niet uit zijn hoofd weet, maar dat moet opzoeken. Ja, dan ga je ook denken, hè, dat is niet pluis. Kijk, waar we naartoe moeten is het besef dat je ook als ondernemer in de preventieve sfeer al heel veel kunt doen. Dus je hoeft geen willoos slachtoffer te zijn. Met elkaar kun je echt veel doen om ervoor te zorgen dat je minder snel slachtoffer wordt.